Jij neemt bezit uit de jongen, jij bent afdelingshoofd van de kinderafdeling. Klopt. Ja, wat vindt ze ervan? De speuders van MBV komen mee op kinderbezoek. Ja, nou, ik vind dat hartstikke chic en een groot initiatief ook. En de kinderen zijn hier opgenomen, misschien om geen leuke rijen. Dus als ze dan wat voor manier dan ook een lachkens geven op het gezicht en even de afleiding van het ziek zien kind schunnen, hoe dit een voorbeeld van is, ja, dan is dat hartstikke chic. Ja, ja, want ja. Dus u zei 10 speulers of 11 speulers. Ja. Ja, en dan, wie zal zeggen, ze zitten niet zo maar, natuurlijk ook met een rij natuurlijk. Ja, ik heb ook de Clinic Lounge gedaan. Ja, dan komt er in één keer een gans voetbalteam naar binnen. Ja, 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 nogmaals, echt heel chic. Dus u zag wie de kinderen erop reageren, even de aandacht van het ziek zien weer weggenomen en daar gaat het dan. Ja, Stijn, jullie zijn hier met de MBV-spelers op bezoek bij de Maastricht UMC Plus, bij de kinderafdeling. Klopt inderdaad, ja. Eigenlijk vanuit de maatschappelijke stichting en oprichting zijn wij hier vandaag heen getogen met een delegatie van de MBV-spelers, met 10 man, om hier de kinderen die hier op de kinderafdeling liggen een hart onder de riem te steken. Ja, hartstikke leuk initiatief. En de spelers zelf, wat vinden ze ervan? Ik zou zeggen, kijk maar eens rond. Die staan hier te tafelvoetballen, die staan hier te playstationen met de kinderen. En ja goed, het is ook om de kinderen even een verzetje te geven. Hè. Die liggen hier natuurlijk niet voor niks in het ziekenhuis. Dat is meestal niet een hele leuke reden. En als je ze dan even, je hoort het, een lach op het gezicht kunnen toveren. Ja, dat is goud waard. En dat doen we graag. Ja, doen jullie vaker van deze activiteiten? Of niet alleen bij het ziekenhuis, maar ook andere dingen? Zeker niet alleen bij het ziekenhuis. We hebben met onze, ik zei het net al, maatschappelijke stichting en oprichting. Maar dat doen we met maatschappelijke partners als MUMC. Maar ook met Traject, met Maastricht Sport. Allerlei projecten en activiteiten. En daar proberen we eigenlijk met de krachten die we hebben als club. Onze spelers, ons stadion. Proberen we het verschil te maken op maatschappelijk vlak. Ja, je zit vanochtend met, eigenlijk de bijna de hele delegatie van MVV hey, op bezoek met Maastricht UMC Plus bij de kinderafdeling. Ja, voor hebben nu jongens of jong of 10 stoon, die wat die vandaag een dagje aan kinderen gaan besteden. En kinderen die het moeilijk hebben, die een ziekte hebben, die het einde voor de ander hebben, die voor kunnen helpen en een leuke dag te bezorgen. Oké, okay. Ja, ik zag dat gewoon de tafelvoetballenbar, de andere collega's van, ik zie daar al met Playstation. Ja. Ja, en ze kregen cadeautjes, ja, hartstikke super. Ja, sowieso schoot dat verdoon, denk ik, in alle opzichten, ook voor die kinderen leuk, hoop ik dat die allemaal een leuke dag hebben. Ja, als je het zo ziet, nu zijn van het begin 2 jongens in hier, die voor mij heel erg naar zijn zin hebben, dus ik hoop dat de rest van de dag ook zo blijft. Oké, okay, dankjewel. Ik weet wat los is in mijn streek.